Welkom in een nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. En in deze video ga ik jullie verschillende oefeningen laten zien waarbij de uitvoering bij veel mensen nog stukken beter kan. En waarom? Dat is puur om blessures te kunnen minimaliseren. En omdat bepaalde oefeningen gewoon weinig tot geen functie hebben op wat jij denkt te trainen. En daarnaast hebben weinig mensen de hoeveelheid kennis die nodig is om bepaalde oefeningen uit te voeren. En omdat ze het soms lastig vinden om bepaalde professionals aan te spreken om hun verder te helpen. Dus hierbij een aantal oefeningen zoals je ze liever niet wil uitvoeren. En uiteraard laat ik zien hoe ze wel uitgevoerd moeten worden. Searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. A few moments later. Begrijpen jullie natuurlijk wel dat ik het wat overdreven nadoe. Maar ik heb het wel degelijk gezien en het was net voor de zomer, een aantal maanden geleden dus. Er was een jongen aan het squatten met 60 kilo en het was voor hem gewoon te zwaar. Hij zakte daardoor ook in elkaar en de bar viel op de safety bars. Maar wat hij vervolgens deed, is het gewicht verhogen. Terwijl hij na de eerste herhaling niet eens meer omhoog kwam. Eerst je vorm en techniek goed onder controle hebben en dan pas het gewicht verhogen. Pointing, blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Bij deze oefening wil je dus absoluut niet je handen als ondersteuning gebruiken.
bij de onderrug slash bil. Maak de oefening zoveel minder effectief dan dat je hem uitvoert zonder ondersteuning. En je haalt de effectiviteit gewoon weg van de oefening als je je handen als ondersteuning gebruikt. Wat je namelijk bij deze oefening wil doen, is de onderrug in de grond drukken. Doe je dat namelijk niet, en als je benen dus voorover gaan, dan gaat je onderrug hollen. En dat is het allerlaatste wat je wilt. En daarom doen mensen vaak hun handen als ondersteuning. Maar dat is dus juist wat je niet wilt. Je wilt die onderrug keihard in die grond drukken. En laat je buikspieren werken. Wat je bij de push-up nog vaak ziet, is dat mensen hun handen in dezelfde lijn als de schouder zetten. En soms heel ver er vandaan. Doe de handen dus iets onder de schouder en langs het lichaam. Daarmee train je gewoon optimaal de borst en de tricep, die ook bedoeld zijn om te trainen bij een push-up. Dit was het einde van de video. Vond je hem wel waardevol? Doe dan even dat duimpje omhoog. Ik heb in het verleden meerdere video's gemaakt over onder andere irritaties in de sportschool en fouten in de fitness. Wil je die video's nog eens bekijken? De linkje staat onder deze video. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Meer video's komen eraan. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot snel. Ciao!